Game 4 is de Flying Fish. Uit een rubberboot, in een touw klimmen, onder een parasailer, naar boven klimmen, laten vallen. Daarna worden we opgepikt door een jetskier. Wie daar het eerst aan de finish is de winnaar. Als je boven in dat touw weet te klimmen, tegen die dwarshendel die er hangt aankomt, dan krijg je 2 punten erop. Geurs gaat het voor Nederland proberen. Met de blauwe helm en laat los. Dat betekent dat Nederland hier geen punten gaat halen. En de Amerikaan gaat wel 2 punten halen. 0 punten. Dat was de reactie van Erik Verhoef die aan de kant toekeek hoe deze Watkins omhoog komt. Dat betekent dat hij 2 punten heeft. Oeh, lelijke klap naar beneden. Nou moet hij opgehaald worden door een man in een rubberboot. Terwijl John Cook voor de Amerikanen de jetskier bemant. En dan is het zo dat er een race zou zijn, tenminste als je 2 teams zou hebben. Een race naar een finish. Maar dat is voor John Cook deze keer heel erg makkelijk. De Amerikanen winnen en krijgen daar 2 extra punten door. Nog 1 keer in de herhaling. Rob Geurts klapt te hard in het water. Dat neemt te veel van zijn krachten. Kan niet het touw meer goed vasthouden. En dat betekent dat hij alle punten voor Nederland verspeelt. De Amerikanen krijgen 2 punten omdat ze boven aan het touw kwamen. Plus 2 punten omdat ze als eerste over de finish kwamen. Totaal 4. En Nederland heeft 0 punten. En dan gaan we nu kijken naar de tweede manche. In het touw voor Nederland. Als eerste zwiepte hij daar weg. Bertje Lacroix. Voor de Amerikanen Mitch Dakota. Bert Lacroix. Als een aap gaat hij naar boven. Trekt aan het touwtje en laat zich bam in het water vallen. Nu moet hij opgehaald gaan worden. Kijken of dat snel gaat gebeuren. Gerard Jimmink, die vaart de jetskier. En Cor Euser, dat is de man die de ander uit het water haalt. En ze zijn weg, de Nederlanders. Rechts, u ziet het aan de helmpjes. En ze hebben een kleine voorsprong op de Amerikanen. Dat zou betekenen dat Nederland iets van de achterstand in gaat lopen. Ja, de Nederlanders gaan op de finish af. Gerard Jimmink staat op zijn jetskier. Cor Euser juicht al. Ja, en ze komen over de finish. Nederland pakt 4 punten en de Amerikanen 2 punten. Dat betekent dat we nu een totaalstand hebben van 6 punten voor de Amerikanen en 4 voor de Nederlanders. En terwijl u Bertje Lacroix naar beneden ziet vallen, gaan we natuurlijk ongetwijfeld de stand in beeld krijgen. Nederlandse ploeg. Gelukkig, het is gelukt. Bert Lacroix. Amerika, we zijn aan het reeds. Heeft 6 punten, Nederland 4 punten. En dan krijgen we nu de derde en beslissende run. Voor Nederland, Iwan Spilker. En voor de Amerikanen, Willie Simons, de motocrosser. De motocrosser in het water. Oeh, Iwan maakt ook een redelijke klap. En nu aan je armen omhoog. Oh, wat gaat die snel, die Iwan. De parachutist van Texel. De ontploffing. Ah, dat zou ik hem toch niet graag nadoen. Oh, de Amerikaanse motocrosser. Wat meer problemen en wat rustiger naar beneden. Landt wat veiliger in het water. En John Cook meteen er natuurlijk bij. Oh, daar met die hand in het water. De Nederlander. Iwan Spilker. Alle lucht is, lijkt er wel weggeslagen. Wordt bijna overvaren. Ja, wordt nog aan boord getrokken daar door Cor Euser. Maar de Amerikanen vieren ze wat op feest. John Cook, die gaat niet meer ingehaald worden. De Amerikanen krijgen 4 punten erbij. 2 omdat ze bovenin kwamen en 2 omdat ze de snelste waren. En de Nederlanders krijgen er slechts 2 punten bij. Nog eenmaal die val daar van Iwan Spilker. Oeh. En we spraken na afloop nog even met hem toen we hem zagen lopen. Zwaar? Nou, dat niet, maar het land is een beetje zwaar. Ik viel een beetje verkeerd, dus ik zat helemaal onder lucht. Ze hebben echt die boot in moeten slepen. Ja, dat komt nu weer een beetje bij. Ik viel op mijn ribben. En die drukt een beetje de lucht uit mijn longen. Maar het weer overleefd. Maar we kunnen nu vertellen, Iwan Spilker heeft slecht geslapen die nacht. En dit is nog 1 keer in de slow motion, de Flying Fish. Een soort struggle for life. En dan gaan we natuurlijk nog 1 keer kijken naar de eindstand van de wedstrijd tussen Amerika en Nederland. Amerika 10 punten en Nederland 6 punten. En dan zijn we natuurlijk benieuwd wat de Engelsen en de Australiërs en Nieuw-Zeelanders gaan doen. Want van hun resultaat gaat afhangen hoe de punten verdeeld gaan worden.
Voor Australië komt deze man nu aan bod. Grant Kramer is 29 jaar, tweede in het Australisch jetski kampioenschap en een professionele motocrosser. Grant Kramer, aan het stuur van de jetski. Hij komt straks in actie. Maar nu de eerste run tussen Engeland en de Australiërs gecombineerd met Nieuw-Zeelanders. Voor de Engelsen Tony Hampson en voor de Nieuw-Zeelanders Ian Matthews. Met de groene helm. Wie gaat er als eerste naar boven? Dat is rood. Nee. Het is toch rood. Nee. Oeh, wat was dat snel zeg van dit laatste greepje van die Australiër tegelijk in het water. En wie wordt er nu als eerste opgepikt? Dat gaat verkeerd daar. Botsen tegen elkaar aan? Nee, het zijn de Australiërs die als eerste wegvaren. Met Craig Deck en Grant Kramer. En daar de Engelsen. Ronnie Dunnett en Anthony Dean. De Australiërs op weg naar de overwinning. De arm omhoog. Geen probleem. Australië samen met Nieuw-Zeeland gaat 4 punten pakken en de Engelsen gaan slechts 2 punten pakken. Want u weet het nog, bovenaan touwtje trekken betekent dat je 2 punten krijgt. Dus ieder team kan in ieder geval 2 punten verdienen. En dan de snelste over de finish, die krijgt 2 punten extra erbij. En de Australiërs gaan nog even kijken bij hun andere maten. Slaan de handen in elkaar, want de eerste punten zijn binnen. En bij de Nieuw-Zeelanders kan je natuurlijk Maori's verwachten. We gaan kijken naar de punten. Engeland 2 en Australië 4 punten. Dat is de stand voordat ze aan de tweede run gaan beginnen. En daar zijn ze weg. De Engelsman, oh laat los. De Engelsman gaat geen punten halen. En nu gaan we even kijken naar de Australiërs. Dat is Louis Louis. Een man met een heel raar brilletje op. Een soort Jerry Lewis, zou ik eigenlijk willen zeggen. Matt Stowe was de Engelsman die in het water bleef liggen. Ja. Louis Lewis, oftewel Jerry Lewis, hij is in het water, wordt daar opgepakt door zijn maten. Dan is het alleen maar weer heel rustig naar de finish toe. Craig Deck heeft hem eruit gevist. En dat betekent weer 4 punten voor de Australiërs en Nieuw-Zeelanders. En deze keer zelfs 0 punten voor de Engelsen. En dat is toch wel een complete afgang. Vandaar dat die Australiërs zoveel plezier erin hebben. Want die Engelsen, dat was een team van mariniers. En let u op hoe fraai die zweefduik daar vol het water in is. En het lege touwtje. Australië, 4 punten erbij. En de Engelse mariniers, voor hun blijkt nu de afgang. 2 punten slechts en Australië al 8 punten. En dan nu de derde run. Met weer een Engelse marinier. Let u op, de rode helm. Steve Delaney. Terwijl de camera een beetje gefixeerd was op de Australiërs, omdat die het natuurlijk zo goed doen. Links de Engelsen. Kijk maar. Vol weer het water in en weer een leeg touw. Niet te geloven. Dat is aardig. En nu kijken of die Australiër daar omhoog kan komen. Ian Matthews. En Delaney dus, weer geen punten voor Engeland. De Engelsen blijven staan op 2 punten. Dus Nederland wordt geen laatste, want die hadden net 6 punten. En nou die Australiër, heel langzaam naar boven. Bang! Wat een klap! Maar het lijkt of hij een beetje gewond is. Greg Deck. Trekt hem eruit. Nee, het is oké. Oeh, maar echt lekker zit hij er niet bij. Ian Matthews. Maar Australië pakt weer 4 punten. En dat betekent dat zij dit onderdeel natuurlijk gaan winnen. Want ze halen 3 keer de maximum score van 4 punten, 12 in totaal. De Amerikanen, die hadden 10 punten. En let u eens erop hoe blij ze met zijn overwinning zijn. Want het was echt topsport wat hier bedreven werd. En nogmaals die Engelsman die daar weer het touw laat glippen. En die Australiër die daar zo'n helend, net als vroeger de cowboys achter een hardlopend paard, over het water werd getrokken. Maar hij staat alweer. Hij is in ieder geval weer oké.
En dan gaan we nu kijken bij de Flying Fish wat de uitslag is. Great Britain 2 punten, Australasië 12 punten. Zoals we het u reeds vertelden. En dan gaan we nu de totaalstand krijgen. Australië wint met 20 punten, voor Amerika 15 punten. Nederland krijgt toch nog 10 punten en de Engelsen slechts 5 punten.